het ideale schoonheidsbeeld maakt vele vrouwen onzeker. We vergelijken onszelf met onrealistische beelden van modellen, actrices en andere sterren. Maar zijn die eisen niet te hoog? Dol vindt de tijd om te laten zien hoe mooi en uniek je eigenlijk bent. Dit zijn moeder Joke en dochter Larissa. Joke is receptioniste en zangeres. Een zelfverzekerde vrouw zou je denken, maar toch heeft ook zij haar onzekerheden. Ik zou een plattere buik willen hebben. Ik ben zangeres. En als ik dan op de bühne sta, dan, dan hou je toch je buik in. Ik vond het heerlijk dat ik op latere leeftijd zwanger werd. Dan hoefde ik mijn buik niet meer in te houden. Mijn tanden zou ik wat regelmatiger willen hebben. Maar ja, dat was vroeger niet. Ja, zo zouden we allemaal wel wat willen. Nou, laat maar even horen hoe lekker je kan zingen. Het is bijna Anouk. Schitterend. Ben je ook wel eens wat minder vrolijk? Juist als je bijvoorbeeld heel rot kan voelen. Nou ja, als je bijvoorbeeld dingen mee hebt gemaakt die echt heel erg zijn. Dan kan het heel snel met je gaan dat je daarin blijft. Dus dat je dan denkt, oh, ik voel me zo rot. Je kampt je haar niet, je gaat zwart aan doen. Nee, juist als je je niet goed voelt. Dat werkt bij mij dus averechts. Dan ga ik er alles aan doen van... Hier ben ik. Joke is benieuwd wat onbekenden van haar vinden. En daarom gaat ze op ons voetstuk staan. Wat vindt Larissa eigenlijk van haar moeder? Nou, wat ze net zei over de buik vind ik nergens op slaan. Want ik vind het juist heel leuk. Voor de rest is alles perfect. Ze heeft geen rimpels, uitgezakte dingen. Ja, het is wel zo. Ach, dat is toch leuk om te horen. En dat van je dochter. En wat zijn de andere reacties? Wat mij opvalt is haar mooie rode haar. Stijlvol gekleed. Ze ziet er heel erg zelfverzekerd uit. Ja, een hele vrolijke vrouw lijkt het me. Ze zou heel goed gesprekspartner kunnen zijn. Ik vind haar wel krachtige uitstraling. Ze is mollig. Nee, dat vind ik leuk. Ik vind het eigenlijk wel meevallen allemaal. Het valt allemaal reuze mee. Nou, haar buik viel mij absoluut niet op. Het zou ook niet zo zijn dat je denkt, oh, wat een ontzettende dikke vrouw loopt daar. Want dan zie je niks van aan de achterkant. Dat vroeger misschien een beugel moeten hebben. Maar ja, dat was toen na tijd waarschijnlijk ook niet zo. Net als in de mijne. Ik misschien de leeftijd? 55? Nee. Nee, niet? Nee. Jonger? Ja. 40? Ja, ik denk wat ouder, maar goed, dat, ja. Ja? Ik weet het niet, ja. 52. Tussen de... Kunnen niet de rimpels zien hier vandaan. 30, denk ik, en de... Nee, maar daarom, ze heeft geen rimpels. Ja, nee, nee. Ze zal wat jonger zijn. 40? Ja. Hier het verlossende antwoord, 55. Nou, Joke, ben je blij? Ik vond de reacties meevallen. Ik vond het hartstikke leuk. En jij, Laris? Nou, Laris, dat vond jij toch ook wel? Je bent toch trots op je moeder? Ja, ik vond het heel knap en stoer dat ze het ook durfde. En dat was het ook.